Giving up doesn't always mean you're weak. Sometimes you're just strong enough to let go. Dit is een quote van zangeres Taylor Swift, die me deze week aan het denken zette toen ik las over stofzuigerfabrikant Dyson. Zij zijn gestopt met een elektrisch autoproject waar ze al 2,8 miljard euro in hadden gestoken. Toch is dit geen teken van zwakte. Ik vind het heel sterk dat ze durven te stoppen en naar de lange termijn durven te kijken. Het was geen winstgevend project en ze konden geen koper vinden. Dus lange termijn, beter om niet naar de kosten te kijken die je al gemaakt hebt, maar te kijken wat het je nog gaat opleveren. Hoe kijk jij naar jouw projecten? Denk jij van, nou, ik heb er al zoveel tijd en geld in gestopt, nu ga ik door? Al weet je eigenlijk dat het niet opbrengt wat je gehoopt had? Are you strong enough to let go? Net als James Dyson? Heel veel succes!